Hey, tof dat jullie kijken. Vandaag gaan we van mijn 1,60 meter aquarium een Malawi aquarium maken. Ik heb hem in mijn vorige video helemaal geleegd. Het was namelijk een Zuid-Amerikaans aquarium. Daar ben ik vanaf gestapt. En we gaan hem vandaag helemaal klaarmaken en de vissen er weer in, zodat de pompen weer aan kunnen. Maar we beginnen met het zand. Laten we zien. Ik gebruik 25 kilo zakken. Ik heb er 2 van. Ik ga niet echt spoelen. Ik ga hem namelijk in mijn aquarium doen. Daarna water vullen en gelijk weer afheuvelen. Zodat ik dit aquarium spoel. Ik vind het altijd een stuk fijner. Dus ja, we gaan het erin gooien. Ik ga het open. Even een mes pakken. Zo. Het is trouwens voor het eerst dat ik over ga stappen op zand. Ik gebruik 0,4 tot 1,4 mm. Dus niet het meest fijne zand dat ik in het andere aquarium heb. Dus ja, het is bijna nog net green. Ik ben benieuwd. Ik heb er niks van, maar er kwam minder stof af. Dat is wat. Zak 1. Dit aquarium, je hebt van deze versteviging hierboven, ik zal het even laten zien. Dat is vast opgezet. Zo. Ik zal het even laten zien. Kijk. Deze zitten los, zodat je voor het aard kan schepen, ze er vast in kan doen. Ik heb er hier eentje liggen. Dat is deze. Hier hebben die mooie dingen. En ook aan de andere kant. Dus je hebt echt gas aan drukken dat hij erin klikt. Ja, dan zit hij erop. Vergeet die nooit erin te doen, want het is het meest belangrijke voor je aquarium. En het is te laag zand zit erin. Maar er mag nog een zak bij. Kijk, het grind zit er allemaal mooi en vredig in. Ik heb hier in het midden iets minder, want daar komen de stenen. Het luchtpompje heb ik onder gedaan. Die gaat zo met de slang omhoog. Ja, het is tijd om de stenen te halen. Kijk, tijd voor de hardscape, de stenen. Ik wil maar hier in het midden hoog hebben. En de zijkanten vlak voor de vrije zwemmers. Kijken of dat lukt. Ik weet nog niet hoe grof of breed, maar dat gaan we even bekijken. We beginnen met de grote stenen. Wat zwaarder.
extra stenen erbij. Even puzzelen. Kijk, een kleine grotje, die blijft er natuurlijk wel in. Waarschijnlijk een beetje drachten. Vast wel een visje die erin gaat. Maar ik denk wel dat het zo redelijk wordt. Eigenlijk moet ik nog wat meer stenen. Ik denk dat ik nu even ga vullen. Om de planten erin te doen. Kijk. Het is erg troebel, maar het vult langzaam bij. Ik ga zo nog even wat water afhevelen, maar ik denk wel dat het mooi wordt. Ik heb hier in het midden heb ik alles opgebouwd met eromheen de planten, zodat je hier goed vrij zwemruimte hebt en eromheen. Ja, het is nu rustig vullen, ik ben benieuwd. Ik heb juist weer de pomp aangezet. Het is nog een troebel, maar het komt helemaal goed. Zo, een dag later. Het is helemaal helder in mijn aquarium. De vissen zwemmen blij. Het ziet er goed uit. Ik zal jullie even laten zien. Kijk. Ja, het is gewoon schitterend. Ik ben er heel erg blij mee. Kijk, ik heb hier vanuit het midden alles opgebouwd. De stroming hier aan de achterkant er nog door kan. Hier, de kleine skeleten. Ja, ze zijn gewoon echt allemaal blij met hun grotere aquarium. Het zand is erg mooi geworden. Ik heb wel een licht op... ja, wat is het? Normaal stond hij op 100%, maar het staat nu op nog maar 40%. Dat witte... ja, weerkaats staat zoveel beter. Ik ben ook bijna achter de soorten van alle. Nu is dit een mannetje. Een mori. Maar daar heb ik een vrouwtje voor besteld. Die komt volgende week. Samen met nog twee soorten. Ja, ik ben er erg blij mee. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. In andere video's zal ik een update geven van mijn andere aquarium. Maar dat. Nou, de Malawi gekte is dus echt begonnen bij mij. Ik heb alweer extra vissen besteld. Die ik al was tegengekomen. Die ik echt heel graag wilde hebben. Dat laat ik in andere video's zien. Het gaat goed bij mijn Hero Severum. Er zijn er twee naar een 2 meter bak gegaan. Die zijn vanochtend opgehaald, vanochtend vroeg. Dus dat gaat goed. De maanvissen komen ook in een groot aquarium. De gele hou ik denk nog even in het andere aquarium. Net, ik moet even nadenken wat ik daarmee wil gaan doen. Ja, misschien moet ik die gewoon gaan vervangen door een groter aquarium. Zodat ik die kan blijven houden. Maar ik ben heel erg blij met Malawi. En ik zeg het niet gauw, maar ik had eigenlijk eerder naar mijn vriendin moeten luisteren. Want die zegt al heel lang, Jasper, neem dan Malawi, mooie gekleurde vissen. Maar bedankt voor het kijken en tot de volgende. Joep!